Op 20 september 1944, dus 79 jaar geleden, staken Amerikaanse soldaten hier de rivier over. Eigenlijk een soort van wanhoopspoging om een doorbraak te krijgen en de stad te bevrijden. En dat is ook gelukt. Daarbij zijn wel 48 Amerikaanse jongens omgekomen. Ja, en zij worden hier herdacht in het monument wat hier staat. En natuurlijk ook op de dag zelf staan we er bij stil. Met een heleboel Amerikaanse vrienden die er dan ook bij komen. Altijd een heel speciaal moment. Tijdens de herdenking zijn meerdere sprekers aanwezig, waaronder militairen uit Amerika. We do not forget the citizens of Nijmegen and of the Netherlands that also died. We remember the 48, but we do it with an eye to the Dutch citizens that supported us and the soldiers that that we fought with. Ja, ik vind het altijd een heel speciaal gevoel als ik hier zit en ik hoor ook vooral die Amerikaanse militairen, ook de Nederlandse militairen sprak, die spreken dan toch rechtstreeks op je hart in, rechtstreeks op de emotie en proberen ook uit te leggen wat hen beweegt en wat die jongens 79 jaar geleden heeft bewogen, hun angst, hun vrees, maar toch ook hun doorzettingsvermogen om het mogelijk te maken. Wat vond u van de ceremonie? Indrukwekkend. Ja, erg indrukwekkend, ja. Ja. We hadden het nog nooit gezien, maar ik vond het erg mooi. Ja. En ook echt mooie woorden die gesproken werden door alle aanwezigen. Dat komt wel binnen, hoor. Het was super fijn om te herdenken, want dat ze allemaal voor ons hebben gevochten, voor onze vrijheid. De kinderen uit groep 7 van basisschool De Oversteek waren aanwezig onder meer om kransen te leggen. We hebben het Amerikaanse volkslied, Wilhelmus, gezongen. En we hebben een gedicht voorgelezen. Burgemeester Bruls vindt het heel belangrijk dat de ceremonies blijven bestaan. Zo blijven mensen beseffen dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is. Geen fan te zijn voor de leger. Oorlog moeten we verafschuwen, maar helaas, soms gebeurt het. En dan is het toch wel belangrijk dat er ook mensen knokken voor onze vrijheid en voor onze kinderen.